Gerard, met wat voor gevoel staat de technische directeur hier nou? Nou, tevreden. We zijn content over het feit dat we Jaap toch vrij snel als de nieuwe hoofdtrainer hebben kunnen aantrekken. Omdat we natuurlijk 3 januari alweer beginnen en een hele korte voorbereiding hebben op de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar tegen Feyenoord thuis. Waarom is Jaap Stam de geschikte kandidaat voor Pax Hall op dit moment? Nou, dat zal natuurlijk nog moeten, uh, moeten blijken, maar uh, de verwachting is natuurlijk wel dat Jaap uh, de rust kan terugbrengen, uh, de duidelijkheid aan de selectie uh, uh, kan geven. En daarin, uh, ja, uh, met weinig woorden, maar heel veel daden, uh, probeert uh, dit team uh, uh, weer uh, de weg omhoog te laten uh, inzetten. Hij was eigenlijk vanaf dag 1 jullie uh, topkandidaten. Ja, Zoals voor de media en alle mensen eromheen alle pijlen op hem waren gericht, was dat eigenlijk ook voor ons. Dus we zaten met elkaar op één, één lijn. en Het was heel snel duidelijk dat er een match was tussen, tussen Jaap en Pexwolle. En dan moet je zorgen dat je de tijd ervoor gaat nemen en goed een aantal dingen met elkaar in de diepte gaat bespreken. De, de, de selectie. De staf, uh, naar nou, alle zaken hoe de club zich heeft ontwikkeld uh, de laatste jaren, hoe Jaap daarnaar kijkt. En dat hebben we gedaan en uh, dat resulteert vandaag in, uh, in de presentatie. Wat waren de belangrijkste gespreksonderwerpen dan? Nou, je wil een deelgenoot maken van datgene waar wij natuurlijk ook al uh, mee bezig zijn geweest. De, de, de kracht van de selectie, maar ook de kwetsbaarheid van deze groep. Uh, en Wat naar 17 uh, wedstrijden is gebleken. Uh, uh, betrouwbaarheid defensief. Uh, 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 scorend vermogen uh, voorop. Nou, dat zijn de onderwerpen die we al met elkaar uh, hebben besproken. De lijstjes doorgenomen. Daar heeft uh, Jaap zijn advies op gegeven. En uh, daar gaan we de komende dagen uh, keihard mee aan de slag. Om uh, de gerichte uh, versterkingen uh, ja, hopelijk te kunnen verwelkomen 3 januari. Kost het nog veel moeite om hem te overtuigen? Want het is niet lekker voor een trainer om uh, halverwege in te stappen. En dan ook nog bij een ploeg die uh, tegen degradatie moet vechten. Nee, ik vond echt dat we vanaf moment één uh, op dezelfde golflengte zaten. Dus dat er echt een match uh, was. En dat, uh, ja, dat voel je gewoon. Hè. En, en dan gaat het ook niet meer om, om financiën. Uh, dan gaat het niet om van uh, moeten we Pietje of Jantje erbij halen. Maar dan gaat om van uh, wat is goed voor Zwolle. En als je dat gevoel hebt, dan. Uh, Neem, krijg je rust en dan neem je vooral de tijd om uh, ja, al die onderwerpen uh, te, be uh, te behandelen en daar vanuit uh, duidelijkheid te geven naar elkaar. Wat verwacht je het komende half jaar van Jaap Stam? Nou, ik verwacht dat hij Pexol uh, zo snel mogelijk in, in rustig vaarwater gaat brengen. Dus dat we de weg omhoog gaan uh, inzetten. En dat we met elkaar ervoor gaan zorgen. Want Jaap is daar een hele belangrijke pion in. Hè. Hij, is de, hij is de hoofdtrainer van, van Pexol vanaf uh, vandaag. Maar uh, hij zal ook ondersteuning uh, moeten krijgen vanuit de staf. En natuurlijk ook vanuit uh, mijn positie als technisch directeur. Maar dat is puur resultaatgericht? Of is er nog iets over de speelwijze gezegd? Nou ja goed, ten aanzien van de speelwijze blijf ik zeggen dat we in de eerste 17 wedstrijden een aantal keren, uh, ik noem nog maar een keer PSV thuis, uh, Heracles thuis, uh, Excelsior, uh, uh, heel acceptabel voetbal uh, hebben laten zien. Alleen uh, ja, uh, aanvallend uh, dominant voetbal, dat past bij uh, PEC, dat past in deze regio, dat willen de mensen op de tribunes uh, zien. Dus dat is eigenlijk niet een vereiste, maar gewoon ja, een verwachting wat we eigenlijk meer moeten laten zien dan dat we dat in de eerste seizoenshelft uh, hebben gedaan, maar vooral uh, uh, dat die betrouwbaarheid uh, verdedigend dat dat uh, terug gaat komen. U zei al dat er nog wat spelers uh, bij gaan komen, kunnen we die al verwachten voor, uh, voor het trainingskamp? Nou, daar doe ik wel uh, mijn best uh, voor om dat uh, voor elkaar te krijgen. Garanties uh, hebben we niet, hè, want uh, wij zijn een partij, maar dat is, is natuurlijk ook een andere partij. Dat is de speler en de zaakwaarnemer en een club die daar ook wel iets uh, van vinden. Tenminste de jongens die we graag naar PEC willen halen. Uh, dus daarin moeten we ook zorgvuldig te werk gaan en uh, de tijd nemen. Maar uiteraard is de intentie om 3 januari uh, de selectie uh, bij elkaar te hebben uh, die straks uh, de eerste competitiewedstrijd tegen Feyenoord uh, ja, gaat starten. Ik had vandaag graag op Twitter gezien wat je ervan vond, maar daar ben je niet meer op te vinden. Wat is daar de reden van? Nou, ik was sowieso niet actief uh, op Twitter. Twitter is voor mij een nieuwsvergaring uh, waarin ik heel snel op de hoogte ben van zaken die, uh, die spelen, waaronder bij uh, RTV-Oost. Maar uh, ik was zelf niet zo, uh, zo actief uh, erop. Maar ja, goed, uh, focus is uh, heel belangrijk op dit moment. En ik had het gevoel uh, dat zo af en toe wel eens een beetje de focus uh, uh, ja, de andere kant op ging. En uh, dan moet je daar een besluit in nemen. En dat heb ik gedaan. En het voelt heel erg uh, fijn, moet ik zeggen. Maar dat had dus te maken met negatieve reacties? Nou, uh, negatief wil ik niet gelijk zeggen. Uh, uh, kritische reacties, uh, meelevende reacties. Uh, uh, goede, goed bedoelde adviezen. Uh, duidelijke uh, meningen. Uh, maar goed, uh, door dat al op te sommen, uh, komt er een focus ergens anders op te liggen. En het gaat niet om uh, Gerard Nijkamp, het gaat uh, niet om uh, Twitter. Het gaat om dat we Zwolle in rustig vaarwater gaan krijgen. Dat we die weer laten groeien. Dat iedereen weer op de banken gaat staan voor deze club. En uh, dat is het voornaamste. Dus die focus uh, die wil ik nu uh, vo volledig uh, laten zien. Ben je wat dat betreft blij dat 2018 er bijna op zit? Want het was geen fijn jaar voor de club. Hè? Nou, privé eigenlijk niet. Hè? Want privé is het uh, misschien wel het mooiste jaar uh, wat ik uh, tot nu toe heb meegemaakt. Maar zakelijk uh, absoluut. Daarom ook graag uh, uh, zo snel mogelijk uh, afsluiten met veel vuurwerk. En uh, uh, met opgeven hoofd, met rechter rug vooruit uh, kijken naar 2019. En er gaat heel veel uh, goed komen. Is er nog iets anders waar je op terug wil komen? Nee, jij? Had ja, nog wat over je eigen functioneren? Oh ja, nee, maar goed, dat vind ik altijd zo mooi bij jullie. Uh, mag ik ook even spreken over mijn eigen functioneren. Laten we kijken uh, in mei, want dan ben ik weer uitgenodigd voor, uh, voor jullie programma, uh, hoe, we dan, uh, hoe de resultaten zijn geweest. En uh, hopelijk kunnen we dan een, een mooi glas champagne erop drinken en dat uh, trakteer ik. En hoe is de prognose? Waar staat Peksvolle dan? Uh, Pex Pexvol heeft zich dan veilig gespeeld en uh, het zou zomaar kunnen zijn dat we dan uh, gaan verrassen.